Ja, ik heb natuurlijk heel veel gedaan in Zoetermeer. Economische zaken, sport, maar ook jeugd. En ik merkte gewoon altijd dat ik heel graag de focus op jeugd had, omdat het onderwerp zo onderbelicht is. En er zijn kinderen die zoveel meer aandacht nodig hebben en daar wil ik wat in betekenen. En ik kan me nu focussen, alhoewel ik al die andere dingen ook gewoon zo ontzettend graag deed. Maar ik heb nu een keuze gemaakt. Wat is het dat je zo aantrekt in het speciaal onderwijs? Je zegt ik hoop dat ik daar iets in voor zou kunnen doen, maar wat zou je daarin willen veranderen? Ja, helaas is het speciaal onderwijs te vaak nog wat mij betreft het afvoerputje van de maatschappij. Terwijl ik denk dat juist deze kinderen, dat we die onder de arm moeten nemen, bij de hand moeten nemen. En moeten zorgen dat zij ook daadwerkelijk een waardig leven hier in de maatschappij krijgen. Dus niet alleen een loopbaan in de zin van een opleiding, maar vooral ook straks een landingsplek in de samenleving, omdat ze dat zo verdienen. Is het dan ook juist extra handig dat je als politicus de ervaring hebt hoe het aan de ene kant werkt, die je nu mee kunt nemen naar de nieuwe klus? Ja, je hebt uiteindelijk heel veel te maken met gemeenten, ook vanuit het onderwijs. Nou, die weg ken ik natuurlijk heel goed. In Den Haag zal ik uiteindelijk ook proberen om stevig aan tafel te komen zitten om meer aandacht te vragen voor het speciaal onderwijs. Maar dat is wel de ervaring en het netwerk die ik meeneem uit de politiek. Nu is de politieke loopbaan eigenlijk een beetje uit de lucht komen vallen. Zou je ons mee kunnen nemen naar het begin daarvan? Ja, het was heel bijzonder. Ik zat in het bedrijfsleven en had helemaal geen voornemens om de politiek in te gaan. Ik achtte mezelf daar ook totaal ongeschikt voor. Omdat ik gewoon echt geen blad voor de mond neem en gewoon precies zeg wat ik wil. En redelijk daadkrachtig recht op mijn doelen afga. En de politiek is toch vaak met een omweg. Maar uiteindelijk dacht ik, systemen veranderen hier van binnenuit. En dit is de tijd waarin ook een andere politiek noodzakelijk is. Waarin je dichter bij de mensen gaat staan, naast de mensen gaat staan. En het oude plusje is echt verleden tijd. Nu is het lastig om over jezelf te zeggen, maar hoe gaan de mensen in Zoetermeer Mariette van Leeuwen herinneren? Ja, dat vind ik ook heel erg lastig, maar ik heb al een aantal speeches gehad, dus ik ga maar even citeren wat daar is gezegd. Mensen zeiden, ze is veel eisend, zeer gepassioneerd, heel warm, doelgericht. En uiteindelijk, als iets in mijn kop zit, dan zit het niet in mijn